Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ik zit hier klaar, mijn broer die zit daar al aan de tafel klaar. Chrisje die is er ook al om Frodo te halen voor de bruiloft van Karen en Roderick. Het is vandaag 11 december, dinsdag. Mijn excuus, en het is, hoe laat leven we? 4 uur 58 in de morgen. Ja, waarom zo vroeg? Nou, omdat we daar heel eind moeten rijden nog, ja! Door hier nog een toe. Niet leuk hoor. Nee, nou, wel leuk. Ja, gezellig. Mijn dochter gaat trouwen. Hoepie. Maar we nemen jullie allemaal mee. Ja. Dus, ik zou zeggen, geniet vandaag. Doe ik ook. Doet mijn broer ook. Chrisje neemt Frodo mee. Dus Chrisje heeft ook wel wat te genieten. Ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, we zijn onderweg in het pikken donker. Ja, hoe laat leven we? 5 uur 48. Kijk, daar staat het in. Kunnen jullie het lezen? Ik zie het zo niet, maar langdurig kan je het lezen, ja. Dus ja, onderweg naar Den Haag. Waar rijden we nu? Weet ik ook niet. Het zand. Oh, bij het zand. Ja, ja. Een dorpje onder Den Helder. Oh, een dorpje onder Den Helder. Ja, het is donker. Oh, we komen een bord tegen. Nou, dan wacht ik nog even tot na het bord. Eens even koekeloeren. Schagerbrug. Route, wat, klok uit. Nou ja, het zal. In ieder geval. Onderweg naar Den Haag, naar het aanstaande bruidspaar. Ja, tot later. En daar zijn we dan weer even, nog steeds onderweg naar Den Haag. En het wordt steeds drukker en drukker. En waar we zijn, Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Vlak bij Beverwijk. Oh, vlak bij Beverwijk hoor ik. Ah, Zwarte Markt. Oh, maak reclame. Maakt niet uit, ik word er niet voor betaald. Nee. Dus ja, maar we gaan steeds verder richting Den Haag. En hoe laten we daar arriveren? Nou, we hopen op tijd. Simpel. Ja. Dus ja, we komen eraan. Aanstaande bruidspaar. Doei doei. We hebben het gehaald. Ja. We zijn gearriveerd. Zo. Aanstaande bruidje. Heel veel licht zo in mijn gezicht. Hi. Mwah. Hi. Goedemorgen. Ik ben er nog niet aangekleed. Nou, we zijn dus aanbeland in het huis van het bruidje. Mijn liefhebbende dochter. Hi schat. Ja, wat een licht, hè? Ja. En dan staat hij nog op. Goedemorgen. Laag. Goedemorgen. Maar we zijn er, dus het feest kan beginnen. Nog niet. Nee. Nog niet. Maar oké, lieve mensen, ik stop er weer even mee. Ik heb nog nergens nodig. Doe ik er weer uit. Ja, en toen werd het bruidje dus in de make-up gezet. Mijn liefhebbende dochter. Hè? Als ik slaap. Echt niet. Ik ben trots op haar. Wat ga jij vloggen? Ik doe het proberen. Wat? Kom, vloggen. Gewoon aanzetten. Maar dan moet ze wel weten hoe ze het moet doen. Kom maar.
En mijn moeder en ik hebben en dezelfde. Dat knopje aan en dan, Ga ik praten. Een puntje. En nou, en dit is een vlogcamera en van Karen en Roderick. Ja, doe je eerst even jezelf of zo. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Hi. En dan zeg je van dit is de camera van ons, van mij. Het scheelt weer van mij. En niet van hem. Ja, maar kijk hoe lekker ik heb gelet. Is jij nog ook al wat zachter? Nee, niet, jammer. Wat is jammer? Dat ik niet sla. Schok. Oh. Ja. Maar dat En dat heb ik nooit bij hem, maar dit is eventjes een andere stoel. Dat is eventjes even wennen. Dat is natuurlijk een stoel. Natuurlijk, altijd, weet je toch? En we weten wie en wie hij allemaal op en op de foto zet, man. Ik heb toch genoeg aan dat duwtje. Gewoon erop smeren. Ik heb dat er ook op, enkel ik heb een rotere fles thuis. Ja, maar dit is L'Oreal, man. Ja, wat denk je wat ik thuis heb staan? Oh, ja, wel! Er werd dus even reclame gemaakt, maar we worden er niet voor betaald. Ik heb gewoon de dure gepakt, helemaal fout. Niet fout, is goed. En dan ben ik tenminste eens een keertje duur. Hey Loon! Nou, dit is dus mijn fotograaf. Ja, dat wist ik al. Ja, en dit is Henk Ros. Als je hem wil vinden, googlen. Ben onvindbaar. Wel nee. Echt niet. De link en die krijgen jullie allemaal onderin. Scheelt weer. zo vakkundig ben ik nog niet hoor, Karin. Dat ik dat voor elkaar krijg. Jawel. Gewoon in uw beschrijving. Ja, nou dan mag ik mama wel doorsturen. Want, ja, dat is geen probleem. En als u gewoon artfotos.nl doet, man. Art. Maar ik blijf niet staan, ik ga weer zitten. Ga staan. Ik heb vroeger heel veel films. Nee hoor, wel kleine stukjes. En het bruidsmeisje erbij op. En dan weer de knop. Hoe heet ze ook? Melissa. 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 Nou, dat is het bruidsmeisje van mijn dochter, Melissa. En toen werd ze wat wazer. En dan hebben we straks twee Henken, hè? Henk Ros en Henk van der Werf. Ja, hartstikke mooi. Maar dat is ook een beetje in. Nou, die staat er ook gekleurd op. Als ik twee ketten moet doen en dan wordt het te veel, hè? Roderick, waar blijf je? Kijk je hem. Kom maar. Henk. Ja. Deze mag je aan je antenne doen of anders AR. Ik ga het samen omdraaien en ben ik klaar. Kenbaar is dat je wel. Nee. Yo. 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 Camera pakken. Hallo. Ja, nu al. Ja, het moet hè. Ik ben dan druk aan het vloggen. Kom erbij. Jullie horen er ook bij. Kom erbij. Oh, sorry. Hoi. Kom erbij. Nee, nog niet. Nee, ben je veel. Ja, je hebt gelijk. Waar is wanneer ja wordt dus gezegd en wanneer je feliciteren mag. Ja. Aan je antenne. Ik heb geen antenne. Dan aan je buitenstoet. In ieder geval ergens, dat je ziet dat je bij de buitenstoet hoort. Ik hoef dat allemaal niet te doen, dat draaien in te doen. Gewoon richten maar. Ja. Oké, iedereen klaar met foto's maken? Nee. Henk nooit, scheelt weer. Iedereen weet bij wie die in de auto zit ondertussen of nog niet? Nee. Ja, lieve vrienden, en dan zijn we op weg naar het stadhuis, gemeentehuis, het is maar net hoe je het noemen wil. Het bruidspaar zit voor die VW.
Dus ja, ik kan de auto zo even niet laten zien. Het is momenteel droog. Het heeft wel geregend. De weg is nat. Ben je de paraplu? Oh, ze is de paraplu vergeten. Oei! Welke? Van ons. De paraplu. Hier achterin heb ik paraplu hoor. Oh, mooi. Ja, daar waren ze. Ik zag ze. Dan hoop ik dat hun aan de paraplu gedacht hebben. Het praatspaar. Dat weet ik niet. Ja, die zijn ook naar beneden gekomen. Oké, okay, top. Maar in ieder geval, de paraplu's zijn ook aanwezig, wordt er gezegd. En ja, het bruidspaar dat rijdt dus voor de VW. En die hebben hele leuke twee haartjes. Ja, kijk. Staat niet mooi met die stok ertussen, hè? Dank wel, hoor. Oké. Dag, buurman. Dag. Ik ben de moeder van de bruid. Ah, welkom, mama. Nou, lopen, anders kan het wat te laat. Ja, maar het is niet anders. Verkeersprobleem. Waar is de. Waar moeten we heen? Ik doe hem weer even uit. Smile! Mag nog niet. Tuurlijk wel. Koud, hè? Nee hoor. Ja hoor! Ik vind het meevallen. Hier, ik sta op een nikkel hoor. En jij hier. Ja, het is een BN en auto. Dus die krijgt er geen problemen mee. Dat mag je vandaag tegen ome Koen uitleggen waar, hoe en wat. Want die snapt er geen reet van hoe dat zou zijn van het auto keren. Ja, ik wil gewoon alvast naar binnen. Ja. Want ik moet ook naar de wc. Oh jee. Nou, dus, dan gaan wij de bruid moet naar de wc. Ja. Oh jee. En dan moet zij meelopen. Ja. Ja.